Mijn naam is Sarai, ik ben 19 jaar en ik doe de opleiding Software Developer op ROC Almere. Ik loop stage bij Conduction en zij maken webapplicaties voor gemeentes voornamelijk. De pagina van de teampagina, daar onderaan staat volgens mij nog... Dat 1 plus 1 is 3 en... Ik ben Marleen, ik werk bij Conduction. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een online stageplatform. Voor het project doe ik voornamelijk grafische dingen, want je ziet ze op de website. Maar er zit natuurlijk een onderliggende gedachte aan. Dus het is wel, ja, ze noemen het hier businesslogica. Dus het is echt wel een beetje de back-end wat wel op de voorkant gezien wordt. Dat gaat natuurlijk steeds een stapje verder. We beginnen bij de voorkant en eindigen bij de achterkant. Ja, het onderlinge contact tussen de stagiaires is eigenlijk heel goed. We hebben nu een team van studenten. Ze zoeken elkaar altijd op. We communiceren elke ochtend met elkaar sowieso in de ochtendmeeting. En daar hebben we het over wat we gaan doen of we ergens op vastlopen. En samen bespreken we natuurlijk ook, want als ik een issue heb die eigenlijk meer aansluit bij iemand anders, dan nemen we even contact met elkaar op van wil je die van me overnemen of ben je ermee bezig? Is het misschien makkelijker? En dan zo communiceren we dat en spreken we dat af. Studenten kunnen bij ons leren wat het is om binnen een bedrijf te werken, zoals het werken in een team, zoals het werken onder druk, maar ook daadwerkelijke skills ontwikkelen. Tijdens deze stage heb ik heel veel dingen anders geleerd dan op school. Sowieso met verschillende programma's werken. Vandaag ga ik zitten aan het stageplatform en ik ga nu eventjes met mijn medestagiaires bespreken wat we gaan doen, plan van aanpak bedenken. Hey guys! Hi.